Mijn naam is Mirjam Westerbreurtje. Ik ben Erwin Binnenveld. En jullie zijn hier aanwezig bij Spanje University in Utrecht op de Uithof Universiteitsterrein. Doordat het terrein zich ging ontwikkelen, er kwamen steeds meer studenten, ook studentenwoningen, zijn wij zeg maar met de winkel ook gaan ontwikkelen. Dus zeg maar de boodschap van nu, straks en morgen. Nou, de weekboodschappen zul je ze hier niet zien doen. Dat is ook inherent aan de doelgroep die we hier hebben lopen. Die volgen een college of een werkgroep en die gaan niet met een winkelwagen vol met boodschappen over de campus. Dus daar moet je je assortiment op aanpassen. En op die manier hebben wij ook durven te accelereren in bijzondere dingen als zoals de wand, de kleurstellingen, roze, lijmgroen, teksten die je gebruikt in je communicatie en dergelijke. En die zijn ontwikkeld door studenten en door ons gepresenteerd in de winkel. De muziekkeuze die wij in de Spanje University hebben is eigenlijk echt gebaseerd op studenten. Namelijk gewoon relaxte lounge, CQ, wat heftige dancemuziek, wat bij hun gewoon leeft. Daarnaast willen ze ook hip zijn, dus ze moeten ook weer aanmerken die wereldwijd niet eens in Nederland te verkrijgen zijn. Die proberen wij het vanuit Amerika ook hier naartoe te halen. Dat zijn eigenlijk wel zeg maar de cruciale dingen als je kijkt naar assortiment. Campus Live wordt onder andere verwoord door middel van onze Facebook vooral op dit moment. We zijn ook bezig met Campus Live TV. Dat gaat via YouTube. Je ziet dat de verschuiving plaatsvindt van Facebook naar YouTube. Eigenlijk de interactie die je kan ontdekken bij studenten is alleen maar op basis van social media. Dus vandaar dat social media ook voor ons heel belangrijk is. We staan hier bij de gerechtenkop, ook wel de kookdeal. Deze kop wordt gevuld eigenlijk door onze klanten. Zij leveren via Facebook hun favoriete recept in. Wij kiezen daar de meest populaire uit. Er wordt een filmpje van gemaakt. Die staat 4 weken lang in 3 winkels op deze kop en dikt mee in de opbrengst. Wij hebben als eerste eigenlijk op de wereld en nog steeds de enige 100% self-checkout. Het houdt in dat de klant eigenlijk zelf kassa draait en naar buiten gaat. Wij monitoren dat op afstand. Dat is eigenlijk een keuze die wij gemaakt hebben binnen het bedrijf om snelheid in het proces te krijgen. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk dat de instroom nooit groter wordt dan de uitstroom. Ik ben Sean Roering, manager tevreden klanten. Het mooie is van Erwin en Mirjam dat zij iedereen bij het proces betrekken om de formule te maken voor wat hij nu is. Dat spreekt me heel erg aan, omdat juist iedereen een stem heeft. Ik denk dat heel veel studenten hier best wel vaak komen om gewoon dingen te halen. Het is ook dicht bij de universiteit. De kaststem vind ik heel goed. Het gaat heel snel en daardoor kan je ook snel weer weg, ook al staat er een lange rij. Het geeft wel een stukje vertrouwen. Als je zelf je producten kan pakken, zelf kan afrekenen. Mensen zijn ook aardig en je loopt er gewoon even makkelijk langs met medestudenten. 3 jaar geleden zijn Erwin en ik samen natuurlijk begonnen om de groei van het bedrijf in te zetten. En waar wij nu heel erg aan het sturen zijn, is dat wij dus zelfsturende organisaties krijgen, of winkelorganisaties. Zodat wij die groei heel gestaag zo ieder jaar door kunnen zetten. Om straks vanuit die kennis door te kunnen groeien. Mijn ambitie is om in ieder geval een Spar University in Maastricht neer te zetten, want daar heb ik gestudeerd. En dan ben je natuurlijk heel snel over de grens met België. En daar liggen natuurlijk ook wel een aantal kansen voor ons.